Hallo kijkers van de Game Party News Video. Vandaag zitten we in een theater game play hier op Exodus. Ik vind het niet zo'n fijne map omdat hij bij mij niet altijd goed wil laden. Maar in de eerste helft van dit potje gingen wij niet echt goed. Dat het eerste potje is van mij in een zeer lange tijd en dit was enorm slecht van mij ook. Dan weten jullie dat ik ben ook nog steeds verkouden. Ik ben ook nog steeds aan het hoesten. Ik vind het zelf vervelend, ook vervelend voor jullie dat jullie mij heel de tijd hoesten tussendoor. Nou, ik probeer het zoveel mogelijk in te houden. En hier gooi ik granaat en stun op hem. Ik raak hem met mijn granaat en mijn stun. Alleen hij is nog steeds niet dood en mijn teammate heeft hem dan wel. Wij zijn hier heel eventjes triple capped. Heel lang. Hier, dit wordt onze eerste kill. En wij staan 1-2. Teammate staat 6-0 en heeft 3 captures. De eerste daar onder eentje zat. Maar die was daarboven. Hier dacht ik heel even dat het een enemy was, maar dat is mijn teammate. Dus, de tweede helft gingen wij beter doordat ik de Rashi pakte. Een beetje noob, dat weet ik, maar als de eerste keer ben ik heel lange tijd. Vind ik nog wel oké om te gebruiken. Hij heeft mij gesniped en is best wel goed met de sniper. Ook al staat hij hier 1 of meer. Nu staat hij 1 of 2 omdat hij dood is gegaan, maar dat boeit niks. Wij staan 1 om 3. 2 om 3. En wij halen tijdens dit potje ook al onze streaks, dus ook die Sabre. En die gaan ze A cappen, wij cappen C. Die hebben ze A en ik dacht, oh, ik ga eventjes wachten. Nee, oh, er zijn codes er waren. Maar nee, ze waren al weggelopen. Dat is mijn teammate, ik ging daar even kijken. En gaan we samen weer A terugpakken. Hier gaan ze B proberen te pakken. Hem heb ik daar. En daar komt er nog een aan. Die heb ik dan helaas niet. Maar we hebben nog steeds B behaald en we staan 3-4. Nog steeds negatief. En hier denk ik dat ze komen. En dan zag ik hem daar zo mooi. Misschien wel een beetje mis. Maar ik kon hem dus zo mooi zien. De ene keer kun je ze wel goed zien, de andere keer niet. Vind ik. Ik dacht ik ga mijn purifier pakken. En dan word ik hier gesniped. Door die block battery. Dimitri heeft hem daar. Maar we hadden wel 1 keer met de purifier kunnen pakken, dat was wel mooi. Ik zat te wachten totdat ze hier aankwamen. En daar zaten ze dus. En ze zagen mij ook alleen. Als ik hun wou killen, als ik gewoon door bleef schieten, was ik dood geweest. Teammate heeft hem daar. Marshals. Spans zijn nu verlift. Hem heb ik helaas niet. Maar hem heb ik dan wel. En wat ik dan wel raar vind. Dat was de final killcam. Voor de rest heeft geen één teammate nog een kill kunnen pakken. Dus dat vond ik best apart. Maar dat betekent wel weer een final killcam van mij erbij. Op dit moment staan wij 6-6 met 4 captures en 2 events. En het teammate bovenmatch staat 22-2. Die gaat best wel goed. Maar hij is ook mooi voor de objectives aan het spelen. Kills en objective. Dus en even voor weer Severus. Of dat is onze andere team. Een meta ik zou gewoon niet kunnen zien. Maar hier pak ze dus B. Ik ga blijf hier afwachtend. Want ik denk dat ze wel weten waar ik zit.
hier ook in mijn rug gepakt. Hier door de better block battery. Nee, ik dacht ik pak de dressie erbij. Kooi daarom trip mij neer. Ik heb gewoon voor de lol trip mij aangezet. En hij sloop campen, maar ik heb hem alsnog. Hij had me wel kunnen killen. Maar dat deed hij niet. Hier hebben wij B. Teammate heeft hem daar. En je kunt ook zien dat het mijn eerste padje is, want ik kan niet eens een fatsoenlijk raam inklimmen. Daar leg ik ook even snel een trippijntje neer. Nee, ik denk, zou je daar komen, want er zijn wel heel veel puntjes. Maar op dit moment wel genoeg. Hier kon ik helaas niet goed inspringen, anders heb ik hem waarschijnlijk gehad. En ik zag het op de minimap de eentje daar aankomen. Dus ik dacht, ik ga er mooi naartoe. Teammate zag hem ook al, alleen het zat daar boven. En mijn teammate heeft ook een bressie. En die pakt hem op. Ik zat een beetje op de minimap te leggen en zag hem daar springen. Dus ik dacht, nou, die moet vast en zeker wel hier naar binnen komen. En ja, daar word ik gesnijd. Want volgens mij loopt hij gewoon zoemend naar binnen. Hij was gewoon ingezoomd. En wie hebben we daar? Die camper en Moosie. Bravo. Die verder het met de knife. Ik ben nu ook bezig met de challenge van de knife. Als je een calling card krijgt, moet je zoveel kills met een melee weapon krijgen. En dan ga ik naar C toe, want... En dan heb ik hier gesneden. Gesnijd. Je door Block Battery. Sniper. Nou, nee, laat ik dat maar niet gaan doen. Dikke heeft hij mij niet, maar nee, ik heb een bressie. Ik wil gewoon die trapmijn in plek neer waar ze dus vaak komen. Als ik een biertje aan het proberen. En dan was een glitch dat wanneer je springt en knife dat hij de animation niet doet, dat hij die overslaat. En dan konden jullie net ook zien dat het nog steeds werkt. Hier heb hem, ik hem opgepakt. En hij daar, die zag mij. Nee, ik wist ook dat hij zag dat hij zat. En toen dachten we, nou laten we C pakken, maar ik vertrouwde het niet. Dus ging ik hier naartoe. En ik pakte Purifier. Ja. Purifier time. Ook Temp is met mijn tripmijn gekild. Mooi van de Purify. Nu hebben we ook onze Sebris binnen. Al onze streaks als het ware. Hier heb ik die twee ook. En dan hem ook. Nou hier heb je snel. En dan uiteindelijk kon ik hem nog oppakken. En op dit moment staan wij 21-9. En toen kwam er een enemy voorbij mij. Die liep gewoon mij voorbij. Dus ik ben blij dat hij mij niet zag. Maar Severus heeft nu 2 killetjes opgepakt. Dus 24-9 staan wij met 6 captures en 6 events. En ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. Vergeet natuurlijk niet op blauw duimpje omhoog te klikken. Laat natuurlijk ook een reactie achter en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Ciao!